Cabin Griff, daarachter haar Raja, die heel waakzaam al een half spoortje naar buiten gaat. In de wind gaat het nog een keer proberen, Driedik. Dat ziet Jeffrey Miras nu ook. Die ligt daar aan de binnenkant naast met Ilencio, die nog wel wat over heeft. Maar die kan op dit moment er even niet uit. En zo gaan de paarden de rechterbocht door, de Z-turfbocht. Laatste keer rechterlijn overzijde. Leiding in handen van Cabin Griff, daarachter haar Raja. Daarachter, terwijl haar Raja inmiddels de orenkap eraf heeft. Dus de versnelling wordt nu gevraagd en die komt er ook. Daarachter op plaats 3 ligt Ismaël Dupré. Helemaal aan de buitenzijde komen nu wat paarden naar voren. En eentje die heel hard gaat aan de buitenkant is Ilencio. Die gaat achter in de wind aan. Tussentijd 18-4. Weg naar de laatste bocht. Cabin Griff aan de buitenkant. Daarnaast ligt haar Raja. Daarachter gaat nu ook naar het tweede spoor Ismaël Dupré. Daar gaat binnendoor naar voren. Irul Guy en Vierdik gaat proberen die laatste bocht rond Ilencio. Maar die hangt daar een beetje. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding nog altijd voor Cabin Griff in duel met haar Raja. Helemaal aan de buitenkant komt Ismaël Dupré. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Ismaël Dupré aan de buitenzijde wordt nu snel. Ismaël Dupré neemt nu ook de leiding over. Ismaël Dupré, de nieuwe leider. Daarachter zoekt naar ruimte, vindt die ruimte Irul Guy. Helemaal aan de buitenkant komt Ilencio, maar die komt wat laat. Het is Ismaël Dupré die makkelijk gaat winnen. Laatste 500 meter is 17-7. Ismaël Dupré de winnaar. Daarachter op de tweede plaats Irul Guy. Derde wordt Cabin Griff. En de vierde plaats daarachter is voor Ilencio. 17-3 voor de winnaar. Op dit moment is de winnaar nog niet officieel, maar we praten alvast wel bij met Robin Bakker. Die er waarschijnlijk aan 11-1 zegeviert met Ismaël Dupré. Robin, deze hadden we niet 1-2-3 zien aankomen. Jij wel? Nou, eigenlijk is direct 1-2-3 niet, want er stond natuurlijk een favoriet in van de Puit. En die komt meestal ook niet voor niks. Dus Bas zei dat hij de eerste keer goed beviel en dat hij wat oponthoud had. En dat heeft een beetje veranderd en hij verbetert nog steeds in de training. Ze hebben nog een week of 4-5 hebben ze hem nu. Dus Bastje vroeg of ik hem rijden wou en dat kon wel. Ik denk dat dit een leuke aanwinst is. En je lag er gelijk goed bij? Ja, het begint goed. En dan heb je positie en ik kreeg een optimale koers. Dankjewel Robin. Dank je. Robin krijgt de bloemen van Wilma van der Zwaan en de Spangahoeven. Ze flikken het elke keer weer met een Franse aankoop. En hebben nu weer een lekker paard. Tweede start in Nederland en gelijk een overwinning voor Ismaël Dupré. Een 4-jarige bruinruim van Powerjet uit Adelioura. Gefokt in Frankrijk. Eigendom dus van de Spangahoeven. Trainer Bas Krewas en rijder Robin Bakker. En ze wonnen de Prix Universe draai in 1-17-5. Versneld. Gelukkig maar. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Duel om de leiding waarbij nog niks beslist is op dit moment. En in het midden van de baan steekt nu één deelnemer het hoofd naar voren. En dat is de nummer 3. Dat is haar Raja. Haar Raja gaat de kop nemen. Daarachter aan de relingzijde ligt Irul Guy. En aan de buitenkant is terechtgekomen Happy Tolville. Happy Tolville? Nee, dat is niet Happy Tolville. Dat is Cabin Griff.
Dat is ook niet Gabin Griff, dat is Robin Bakker met Ismaël Dupré. 3 fouten in de eerste 500 meter, dat waren ze voor de hele avond ook gelijk allemaal. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. 2 ronden te gaan nog, leiding wordt er overgenomen door Ismaël Dupré. Daarachter gaat alweer naar het tweede spoor Haradja. 3D komt aan de buitenkant Gabin Griff naar voren en de opening is 13-7. Zo gaan we nog 2 ronden afleggen en de paard wil het weten. Die gaat met Haradja nu de leiding overnemen. Gabin Griff gaat met hem mee, met z'n tweeën liggen ze nu aan kop. Daarachter op plaats 3 Ismaël Dupré, 4 aan de buitenkant Ruud Pols. Met harmonieus wel. 5e aan de redingzijde ligt dan Irul Guy. 6e ook aan de redingzijde Hirondina Queen. 7 aan de buitenkant daarnaast Happy Tolville. De 8e plaats is voor Ilencio. En 9e en laatste voorlopig is In the Wind. Hij ligt voorlopig wel uit de wind. Dat dan weer wel. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Langgerekt veld. Tempo wordt gemaakt door Gabin Griff. Opening was 13 en hij gaat de tweede tussentijd in zijn eentje neerzetten. Gabin Griff. De tussentijd komt er nu aan en luidt 17-9. Eerste kilometer dus in de 15, laag in de 15. Daarachter op de tweede plaats ligt Haradja. Derde plaats daarachter is voor Ismaël Dupré. En het eerste paard aan de buitenkant is harmonieus wel. Daarachter aan de relingzijde Irul Guy. Happy Tolville volgt Ruud Pols aan de buitenkant. Daarachter aan de relingzijde ligt Alwin Bakker met Hirondina Queen. Dan Ilencio die nog geen haast heeft. En hetzelfde geldt voor In the Wind. Paarden ronden de bocht. Komen weer in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 1 volledige ronde te gaan. Het is nog altijd Gabin Griff die leidt. Gabin Griff, daarachter op de tweede plaats de favoriet. Dat is Haradja. Derde aan de buitenkant harmonieus wel. Nu komt uit de start van het veld In the Wind naar voren. Probeert het althans. Gaat naar het derde spoor, maar maakt weinig meters goed. Tussentijd 18-1. Sterker nog, hij blijft laatste. En zo gaan we ook de laatste ronde in. Gabin Griff, daarachter Haradja. Die heel waakzaam al een half spoortje naar buiten gaat. In the Wind gaat het nog een keer proberen, 3D. Dat ziet Jeffrey Miras nu ook. Die ligt daar aan de binnenkant naast met Ilencio. Die nog wel wat over heeft. Maar die kan op dit moment er even niet uit. En zo gaan de paarden de rechterbocht door, de Z-turfbocht. Laatste keer rechterlijn overzijde. Leiding in handen van Gabin Griff. Daarachter Haradja. Daarachter, terwijl Haradja inmiddels de orenkap eraf heeft. Dus de versnelling wordt nu gevraagd en die komt er ook. Daarachter op plaats 3 ligt Ismaël Dupré. Helemaal aan de buitenzijde komen nu wat paarden naar voren. En eentje die heel hard gaat aan de buitenkant is Ilencio. Die gaat achter In the Wind aan. Tussentijd 18-4. Weg naar de laatste bocht. Gabin Griff, aan de buitenkant daarnaast ligt Haradja. Daarachter gaat nu ook naar het tweede spoor Ismaël Dupré. Daar gaat binnendoor naar voren Irul Guy. En Vierdik gaat proberen die laatste bocht rond die Ilencio, maar die hangt daar een beetje. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding nog altijd voor Gabin Griff in duel met Haradja. Helemaal aan de buitenkant komt Ismaël Dupré. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Ismaël Dupré aan de buitenzijde wordt nu snel. Ismaël Dupré neemt nu ook de leiding over. Ismaël Dupré, de nieuwe leider. Daarachter zoekt naar ruimte, vindt die ruimte Irul Guy. Helemaal aan de buitenkant komt Ilencio, maar die komt wat laat. Het is Ismaël Dupré die makkelijk gaat winnen. Laatste 500 meter is 17-7. Ismaël Dupré de winnaar. Daarachter op de tweede plaats Irul Guy. Derde wordt Gabin Griff. En de vierde plaats daarachter is voor Ilencio. 17-3 voor de winnaar.